Nee, nee, het is een magazijn en dan twee losse kogels. En het weer los. Ja, er zit er ook nog bij. Nee, dat komt uit het water. Dit vind ik net. En een vriendje. Yo yo kijkers en welkom bij een gloednieuwe maandag en een gloednieuwe video van wie? Ja ja, van Timody. En wat goed dat je erbij bent beste kijker, want we zijn vandaag met Jopie en met Wim. En we hebben er weer een soort van 360 van gemaakt. Het is nou een 480, een 480. Ja, en daarmee gaan we het water zeker even ontmaagden. En hopelijk brengt dat mega veel geluk. Let's go. Belangrijk dat je vuur goed werkt. We hadden eigenlijk zo'n storm aansteken moeten hebben. Maar ja, die hebben we niet. Hopelijk gaan ze allemaal aan. Dan gaat het toch nog een soort van goed komen. Dat komt wel goed. Kijk eens. Baba. Nou, als dat geen goede ontmaagding is, dan, ja, dan weet ik het ook niet meer. Let's go, rammen. Dat ruikt wel lekker, hè? Heerlijk, man. Dit ruikt echt heerlijk, ja. Oud en nieuw, hè? Dat is weer oud en nieuw. Ja, heerlijk, man. Slotverdorie. Wat is dit een grote bako, zeg. Wow, een mega bako. Ja, is toch wel een vet om te vinden. Die gaan wel mee. Gaaf, man. En voor de rest een buttplug. Een buttplug kwam er nog uit. En slotverdorie. Vandaag ben ik broke, maar morgen ben ik rijk. Een geldkissie. Abba, zal er wat in zitten. Zo. Blubber, maat? Nee, nou, hij is ook verrot, man. Oh ja, ik zie die blubber eronder uitkomen, ja. Nee. Geen gouden ring erin, helaas. Of een gouden ketting. Een geldkistje vol met mudder. Nou. Nee. Het beste zit aan de magneet zelf. Maar geldkistje is toch een geldkistje. Geldkistje is toch een geldkistje? Ik wou dat zeggen. We hadden weer even het gevoel, weet je wel. Heerlijk. Nee. Jammer. Jammer. Maar toch leuk. It's a bag! En what's in the bag? Ja, een kassa, jongens. Ja, een kassa. Ja, man. Een kassa. Hele complete kassa, gek. Met batterijen. Die is mooi. Zo, die is lauw. Zal die open zijn gemaakt, ja. Ja. Je weet niet, los geld misschien. Is dat afhalen? Ja. Lekker maat. Dat noemen ze kassa. Kassa, ja. Ka-ching. Kassa maar nee of kassa maar ja. Hè? Kassa maar ja. Zo, wat een super vette kassa zeg. Wow. Ligt er al een tijdje voor mij. Hè? Ja, ja. Laatst eruit zeker, ja. Ja, helaas hebben ze hem aardig gemoeid. Ja. Dat is wel gaaf, Ja toch? En dus we staan wel op een goede plek, hè? Ja man, ja, ja, man. Zeker, zeker. We nog even wat afrekenen. Ja, even pillen. Helemaal koud. Zo. Oh. Daar gaan we weer. It's a bag. En what's in the bag? Lekker maat. Goed voor de minuten, jongen. Ja, ik wou dat zeggen. Duurt even. Aan, ja. Oh, wat is dat dan? Wow. Afsluiters of zo, gasafsluiters. Is dat een drukregelaar? Een drukregelaar, oké. Okay. Als de druk te hoog wordt hier. Oh, hier nog een. Hey, nog een. Hey, kijk, ik heb het restant. Hey, kijk dan. Nee. Nah. Bij mij zat hij niet in de bek. Dat is aluminium toch? Ja, zo. Oké, beter in je specie kuip gooien. Ja. Oh, dat sparen we even. Ik heb er hier nog een. Papa.
Ja. Gewoon nieuw in een nieuw in zakje, ja. Ja, man, nieuw in een verpakking. Dan gaan we die even inleveren. Ja, maar lekker maat, goed bezig. Zo, ik had ook in een bag. Maar we hadden eerst Leendert nog. Wow, Leendert, wat ga je gek doen? Ben je nou zo bang? Wow, ik ben nog banger voor jou dan jij voor mij. Nou, Leendert gaat terug het water in. Haba. En dan hadden we eerst allemaal van die rare... Ja, althans om je PVC-pijp hier vast te zetten. Die heeft een elektromonteur gedumpt. En toen hadden we It's a bag. En dat was deze. En wat zat daarin? Ja, ook zo'n soort afsluiter. Ja, drukregelaar. Ja, vet vet. Oh ja. En een soort ING tasje. Althans. Zakje. Hey. Hey, kijk dan. Voor de beneden erin, man. Zo, dat is een goede kassa, jongens. Alle portemonnees erin. Wow. En geld, ik zie al centjes. Ja, ja. Oh, ja, kijk eens hier, deze munt. Hoor eens, volop munten, jongens. Kijk eens. Habba. Lekker, man. Allemaal portemonneeën erin. Hier, 20 cent. Ja hoor, jongens. 25 cent al. Man, een kassalade met allemaal portemonnees erin, dat is wel weer apart dit, hè? Nou, zal het van een restaurant of zo geweest zijn? Met die poeja, dat kan makkelijk, ja. De meeste, ja, zou kunnen. Ja. Portemonnee met flink pakken, hè? Ja, dat hier gewoon ja, echt van die restaurant portemonnees. Ja, hè? Ja, man. 25 cent, maat. Abba. Zakkie. Ja. Zullen we er mee naar zitten? Nee, ja, ik zie nog mee zitten. Ja, ja. Kom, zo, kijk die laag eruit halen. Die laag, zo, ja. Kijk deze. Ja, zet die laag op. Zet die laag plat. Kijk uit dan met je hand erin, want er zit ook nog een hele. Er zit een drie krabbers. Zo. Kijk eens, kijk nog even voor. Als je sla hem leeg op de laag. Hier, kijk eens. Ja, kijk wel, ja. De laag leeg. 50 cent. Waarom niet toch? Baba. Hoi! Oh, hey. En een vriendje. Kijk eens, oh. Nog een vriendje. En nou, nog een portemonnee. Oh nee. Ja man. Ja, dat nog op twee portemonnees. Zo, haal die beesten eruit, man. Ja. Die zijn eng. Kijk dan, nog 2 euro. Is er nog meer geld in? Ja. En 2 euro. Is er nog meer geld in? Ja man. Lekker hoor. Allemaal tweetjes, euro's, 50 centjes. Jij durft die toch te pakken? Die ja, die durf ik eigenlijk niet te pakken, maar doe vooruit. Niks, die doen niks. It's about the money. Oh, hier nog eentje. Er zit nog meer in, hoor. Kijk eens, hey, ja. Allemaal tweetjes, gek. Allemaal 2 euro's, 50 cent. Volop centen, jongens. Jackpot. Ah, kunnen we alweer een burgertje halen? Ja, jackpot. Kijk eens. Tweetje, 2, 4, 6, 4 euro. Ah, brandnetels. Oh, boe. Lekker man, boys. Ja, man. Hup, nog meer. Blijven schudden, hè? Hier, nog een euro. Nog een euro. Ja, dat is een euro. Hier nog munt. Hier nog munt. Ik telde net al 7 euro, hoor. Hier. Lekker man, boys. Ik heb net 300 weggebracht. Kijk eens. Nog een euro. En dan normaal geld wat je uitgegeven weer, hè? Ja man, leuk man. Echt super leuk. Zullen we het even spoelen? Ja, ik zou zeggen, spoelen maar. Hier, ja. Nog een euro. Lekker man. Oh, kijk, en dit kan ook nog maar zomaar een bijzondere euro zijn, hè? Ja, die is wel gek, ja. Ja man, die kan misschien wel 4000 euro waard zijn met die ridder erop. Ja, dat kan hè, maat. Super fijn dit. Lekker bezig. It's a bag! And what's in the bag? Eerst was het een kassa. Met, hey, kijk dan, zo die is klein zeg. Een mini kreefje erin. Mini. Ja man. Ja. Nou, hier niks. Het is, die beschermt het briefgeld. Kijk, dit is wel heel drama. Ik had een saai aan, is dat gebeurd? Dan gebeurt het bij mezelf. Net een mooie vondst. Ja. Zo, kijk eens, Leendert. Jou doen we even terug.
Maar er zat ook een geldkistje in de bag. En laten we hopen dat die wel vol zit dan. Ja, een muntje! Yes! Een 2 centje. Habba! Dat is mijn buit, Jopie. Jij hebt 20 euro. Ik 2 cent. 1% van wat jij eruit hebt gehaald. Kijk in het tasje nog. Ja, man. Maar toch een geldkistje weer, man. We hadden het er net nog over. Hey. Kijk hoe mooi je. Ik kan maar zo meteen even een fotootje schieten met alle muntjes. Ja, hè? Man. Misschien dat er wat je zegt, dat er nog wat in dat tasje zit. Ja, die kast dan misschien even spoelen. Ja, maar goed. Hopelijk erin. Het ligt er wel allemaal nog, jongens. Maar ja, wij zijn ook het nummer 1 magneetviskanaal van de Nederlandse televisie. Dus bij ons gebeurt dat gewoon. Nee, helaas geen muntjes. Maar toch een kassa en een geldkistje in de bag. Lekker hoor. Yes. Ja, man. We waren hem al kwijt. Hij is hier gewoon in zijn uppie aan het strijden. Ja, it's a bag. En wat is in de bag? Ja, het is wat te zien hoor. Een motorblokje. In de zak. Kijk eens eventjes. Abba. Dat bedoel ik. Het ligt er wel allemaal. Van een sim. Van een? Van een sim. Oké, okay, van een sim. Ja. Gaaf man. Oeh. Kost me een hoop energie dit, maar hij is eruit gelukkig. En ligt de rest er ook nog? Ja, denk het wel. Oh, dan kan ik hem wat meenemen. Ja. Bouwpakket. Bouwpakketje. Ik heb er een beetje extra ontmaagd in, jongens. Abba. Een hoesje. Hoesje erbij. Geen bloesje, maar een hoesje. TomTom One. Zal die erin zitten? Ja, doe even een challenge met me mee voordat we hem gaan openmaken. En like deze video binnen 2 seconden. Dan ga ik hem nou openmaken. En hopelijk heeft het liken geholpen. Ja! Het heeft geholpen. Een TomTom. Yes! Die heb ik nog nooit gevonden. Een watertomtom. Zoals jullie zien. Ja. Voor onder water, hè? Ja, dat is voor het magneetvissen. Ja. Speciaal voor TomTom. Hey, voor stekken. Ja, voor stekken. Zo werkt dat. Ja, man. Ja. Zo, ik heb hier een topstek gevonden, ja. Jongen. Wow. Zullen we daar nog even gaan kijken dan? Die topstek? Ja, ik zeg doen. Hé, hey, gaaf, man. Dit is echt wel weer iets gaafs om te vinden, weet je. Ja, leuk. Ja, man. Leuk. Heb je het gestolen? Auto inbraak? Pleur je hem zo het water in? Nou. Nah. Ja. Uit de oertijd, hè? Iedereen heeft tegenwoordig een telefoon, hè? Ja, ja, ja. Google Maps. Ja, je motorblokje er al op? Heb je ook nog aan? Ja, dat staat er ook al. Ja, ja, lekker man. Yes! Een iPhone. Wow! Van TomTom naar iPhone. Waarschijnlijk heb hij erbij gezeten. Misschien wel. Dat zou kunnen, hè? Kan makkelijk, ja. Ja, man. iPhone best wel goede staat nog, alleen ja, hier is die open, dus hij zal het never nooit meer doen, denk ik. Een vrij grote. Ja man, dit is een iPhone S, maar wat voor model? Hebben jullie nou een idee? Laat het dan zeker even in de reacties achter. Ja man, hey, super vet hey. Yes. Ja, stay tuned jongen. Stay connect. Correct, ja. Abba, leuk man. Ja. Een beetje ja toch twee weer moderne spullen, weet je, apparatuur. Ja, ja, ja. Leuk, leuk, leuk. Is ook wel eens leuk. Een paar van sieraden. Gewoon een tomtommetje. Ja, man. Ja, gaaf. Echt gaaf. Ik heb wel een beetje schamen. Ja, ik denk niet meer dat hij aangaat. We kunnen het proberen in de reis leggen. Misschien zit er nog wel een simkaart in of zo. Ja, wel gaaf. Leuk. Leuk. Tot naar de volgende. Abba, daar gaat de buit. Nou, toch waren wat muntjes. Ja, man. Je hebt het geteld al? Nou, geteld. Onder nabij? Ja, we kunnen even kijken. 3. 3. 4.
5, 6, 7, 8, 10. Dat is een gulden van de Nederlandse Antillen. Ja, man. Hoe dan? 12, 13, 14, 15. Nou ja, ik denk een eurotje of 30. Kijk, 25. Wat bedoel ik? Aba. Ik denk wel een eurotje of 30. Lekker pik. Broer, wat kan je nou eten? Ja, goed bezig. Lekker. Jopie! Weer gaan we afschieten. Ja. Zo dan. Dat zijn 9 mm kogels. Lekker man. Dat zijn twee dezelfde. Ja. Luke, ja, zo. Kijk eens hoe je dat ziet staan. Wow. Nice man. 9 mm Luger. Nou, de rest nog. Nou, die Luger nog. Ga je meemaken. Hoi! Hey. Ja. Lekker maat. Ja, man. Zeg maar nee. Daar rijden twee. Kleine twee. Dan ging je pakken al, hè? Ja. Slot verloren, joh. Lekker maat. Ja, man, ja toch. Wil je hem hebben? Bumper. Nee. Dank je. Bumper, ja. Die mag er zijn. Een magazijntje. Die mag er zijn. Ja, man. Waarschijnlijk met dezelfde kogels erin, inderdaad. Hè? Ja, 100. Zo, die zit nog vol maat. Een vol magazijn. Onder is die wel kapot, of niet? Ja, man. Misschien net die twee kogels eruit gevallen. Je zal het meemaken. Enge dingen. Een vol magazijn, maat. Die mag er zijn! Ja, je lampje staat dan. Ja, dat is goed. Oh, dat zonnetje schijnt al. Ja. Ik zal hem gelijk uitzetten. Hey. Donderstraal ook. Mijn pleur op! Kijk toch! Ja. Nou, sleutelstraan. Enge dingen. Enge dingen. Jij bent gek. Met magazijn of zonder magazijn? Sleutels. Ja, man. Aardig gek, joh. Hoeveel is dat dan? Ik trek dat ding eruit. Dat nou erin of niet? Helemaal dicht. Er zit geen magazijn in, maat. Dus het is niet dat magazijn wat er. Hey, nou, kijk, ja, die hoort erin. Ja. 100%. Ah, gek, joh! Je kan zien! Ik druk even op de SOS-knop. Ja, dan kan de politie deze kant opkomen. 112 was het toch? Ja, super dik, maat. Ja, die hoort er 100.000% in dan. Ja, man. Nou, aardig gek, joh. Ja, man. Jij trekt het magazijn nou, eruit, jij die gun eruit. Ja, toch nou, komt toch compleet, toch? Wow, maar voor de eerste avond weer. Lekker man, boys. Wow. Ja, man. Wat een ding. Dat wordt bellen. Dat wordt bellen, jongens. En een magazijntje. En twee kogels. En twee kogels. Ja, man. Super dik. Abba. Oh. Oh. Ja, man. Ja, 100% een echte. Ja, man. Ja, als het magazijn erin hoort, dan zie je het wel. Ja, man. Super dik. Lekker mooi, ja, dat is politiebellen. Alarm centrale 112, wat de politie, brandweer van de Dam. Politie. Politie, welke woonplaats? Amsterdam. Amsterdam is verbinden door met de politie. Ja, dank u wel. Correct. Ja. Oeverpad. Hoe? Oeverpad. Politie, wat is het adres van je noodgeval? Nou, het is geen noodgeval hoor, maar ik moest dit nummer bellen. Ik heb al een keer een nummer gebeld. Ik ben een magneetvis en ik heb een pistool opgevist. En er zitten, we leggen een magazijn bij je met kogels. Je bent er bijna langs gebaat. Oké, en waar bent u? Op het Oeverpad in Amsterdam. Het Oeverpad in Amsterdam? Ja, en daar staan we op de brug. Dat is Osdorp. Zijn dat dan die brug over die vijf heen naar het grote park toe, of niet? Ja, klopt. Ja, ja, die, ja. Oké. Duidelijk. Hey, en is het een en ander nog wel
Nee, het leg, ik heb nou even in een tasje, want er lopen allemaal kinderen lopen hier voorbij. Ik heb het in een tasje in mijn emmer gegooid. Ik kan het wel even onder water zetten als je dat, dat lijkt me ook wel een beetje wijzer eigenlijk. Ja, doe het ook maar eventjes. Zet het even onder water en zie je ons zo verschijnen. Is goed, dankjewel. Hoeveel wapens en hoeveel munitie? Het is één pistool en er ligt dan een magazijn. Nou, die zit vol met patronen zo te zien. En er liggen nog twee losse patronen. Oké, is goed, dankjewel. Ja, dankjewel. Tot zo, hoi hoi. Wat? Zal wat tieren zo zijn? Het is een berg. Ja, hier zo. Waar de ander? Hier, ja, hieronder. Oké, okay, nou. Maat! 1, 2. Nou. Wat? Ah, dat is gek, joh. Kijk nou. Hé, hey, jij valt op nou, de telefoon in de bek, maat. Kijk dan. Ik zweer het! Ook horloges. Wat zijn dit dan? Polar Beat. Electronic. Wow, staat een adelaartje in, maat? Ja, joh. Maar... Ja, ik zweer het. Wat? Ik zweer het. Er staat gewoon een adelaartje in. Nou, er komt ook een politie aan, man. Echt? Ja, hier, kom eens aangereden. Oh ja. Ik denk, ik heb nog een leuk volzie, maar. Valt dit niks met zo'n vols? Dit zijn volgens mij van die, kijk, dezelfde stad. Kijk, ja, dat is volgens mij voor je hartslag, voor sportapparaat of zo. Oh, aardig gek, hé. Hey, maat, nou, deze zat nou, nieuw in een doos, hè. Kijk dan. Althans, nieuw. Ja. Ja. Maar kijk dan. Kijk nou, dit ding is alles erbij. Ja, man. En je toon, kijk nou. Alleen ja, man. Er geen batterijen bij. Nou. Alleen alle batterijen zijn eruit, zie je dat? Ja. Nou, de politie is ook gelijk gearriveerd. Hallo. Hallo. Nou. Ja, pistool gevonden en een tas met allemaal telefoons. Die liggen hier ook. Oké. Zal je eerst even deze naar je brengen? De sportapparaten liggen waarschijnlijk in het water. Die was klaar met sporten in ieder geval, volgens mij. Ja, die had een te hoge hartslag. Ja, man. Ja, voor die melding van de keer. Van je water gevonden, ja, dat kan. 34 is weer raak, hè? Het is weer raak! Maat, dit is een soort cat en hij doet het toch ook! Ja, schieten! Abba! Ja, bizar, hè? Maat, dit is echt een... ja, die mag je hebben, hè? Deze mag je hebben. Ja. Super vet, maat. Is echt leuk. Ja, man. Ongelooflijk, joh. Kijk dan met hout. Ja, lijkt dat heb ik nog nooit gezien. Nee, man. Ik ook niet, man. Hé, hey, deze is super fijn. Hij doet het ook nog gewoon, hè? Ja, ja. Ja, je moet hem denk ik niet te lang laten leggen. Abba! Hebben we kogels bij je? Ja, hij is op dreef. Abba! Deze man gaat dik. Lekker, man. Zo, super dik, ja, man. Lekker. Dat is ja, 5, gaaf, 5, man. 5 mm, denk ik. Of zo. 4,5. 4,5, hoor. Kijk, hier kan je hem afdraaien. Ja, hou hem eens mee, zo. Oh, Abba, waar is hij nou? Oh ja, hier. Abba. Kogeltje erin. Kijk, kogeltje erin. En dan doe je hem hiermee doe je hem aandraaien. Hap, en dan is het. Abba! Hey! Lekker, man. Super fijn. Gaan we vaker bij jou mee, Tim? Ja. Lekker, man. Yes, kijkers, ik hoor er ook weer bij. Twee geldkistjes. En op die ene, daar staat AED Electronics. Er zit helaas helemaal niks in. En in die andere, ja, kijk eens, daar komt die. Zit ook helemaal niks. Maar dat is de koperpot. Super fijn. De koperpot. Baba, twee geldkistjes. De koperpot. We zijn op dreef, jongens. Heerlijk dit. Klein kind. Ja, maar ja.
Zo, dit is wel echt super vet zeg. Een complete Vespa eruit. Helaas zit het kentekenplaatje er niet meer op. Dus we hoeven hier de politie niet voor te bellen. Maar wat een ding hè. Gewoon een complete Vespa. Super dik. Echt super dik dit. Is echt mega dik. Ja man. Die zijn centjes waard. Gestolen 100.000% natuurlijk. En nog een scooter framepie. Maar wat een taak was dit weer om die eruit te halen. Uitlaatje zit er nog aan. Super vet dit. En die jongens die hebben er nog eentje. Wow. Oh, dit is ook een Vespa man. Ja, sprintje denk ik. Haba. Lekker man boys. Haba, daar komt ie. Die is aardig goed toegetakeld, ja. Vespa. Zo kijkers, helaas zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering. Maar help mij naar de 10K show zo snel mogelijk te brengen. Door deze video een duimpje omhoog te geven. Hem hard te delen, maar deze keer echt goed te delen. Deel hem met je familie, je tante, je neefjes, je collega's of wie dan ook. Doe het lekker op WhatsApp, doe het op Facebook, doe het op je Instagram account. Deel mijn video, want dat vindt YouTube hartstikke fijn. En dat vind ik nog veel fijner, want dan kunnen we binnenkort het dak eraf laten gaan. En heel YouTube laten verbazen met... Wie? Ja, ja, met Timothy. Ik heb er hartstikke veel zin in. Laat me ons alsjeblieft die 10K-show zo snel mogelijk gaan geven. Ja, ik heb er hartstikke veel zin in. Ik ga het gewoon nog een keer voor jullie herhalen. Deel deze video. Doe een dikke duim omhoog. Laat een leuke reactie achter. En dan zie ik jullie in de volgende video. Ja, hopelijk hebben we dan al 10.000 abonnees en gaat het dak eraf. Maar daar gaan jullie voor zorgen, hopelijk. Doe jullie best. Deel deze video zoveel mogelijk. Ja, je kan het niet vaak genoeg hebben gezegd. En dan gaan we afsluiten. In 3, 2, 1. Tja, 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 tja,